Goed, ik ga me toch even presenteren. Ik ben Arne Bormans. Ik ben hoofdpatroniuminspecties bij afdeling Zeeschelde-Zeekanaal. En dat is een van de drie territoriale afdelingen bij de Vlaamse Waterweg nu. We zijn sinds begin dit jaar gefusioneerd met ook een andere waterwegbeheerder. En uiteindelijk staan wij met één agentschap van de Vlaamse overheid, maar toch met een eigen rechtspersoon. Voor het omgaan met alle bevaarbare waterlopen in Vlaanderen. Ik kan even nog verder vertellen. Dus ik werk in een vrij groot ambtsgebied. Dat strekt van de Waalse grens, het kanaal Charleroi, tot aan de Nederlandse grens. Ook waar de Hedwige Prosperpolder een deel van uitmaakt. En al die golfoverslagproeven die u ook gezien heeft, die vonden plaats op mijn erf, om het zo te noemen. Ikzelf sta in met binnenkort zes, nu vijf, inspecteurs, toezichters voor de volledige inspectie van het patrimonium om en rond het water. En dat betreft dus zeker niet alleen waterkeringen, maar ook kaaien, stuwen, sluizen, bruggen, uitwateringsconstructies enzovoort. En ja, dat maakt dat het een hele vette kluif is. Toch onze taak te kunnen vervullen. Goed, dus ik wou even kort de intro doen en uiteindelijk komen we tot dat risicogestuurd handelen, wat ik eigenlijk ook met jullie dan een dialoog over zou willen opzetten. De missie van de Vlaamse Waterweg is een beetje een promotietje. Hè. Dit is een copy-paste van een standaard presentatie, maar wij beheren en ontwikkelen onze waterwegen. En in alle aspecten. En die zijn heel divers, ook omdat de geologie doorheen Vlaanderen compleet uiteenlopend is. Sommige waterschappen hier worden vooral geconfronteerd met bovenwassen. Andere zitten louter te vechten tegen de tijwerking die zich kan manifesteren. Maar in mijn ambtsgebied alleen al komt alles bij elkaar. Dus we hebben zowel bovenwassen als confrontatie van het opkomen, de tijwerking die een schurende werking heeft enzovoort. Ja, dit is dan Vlaanderen. Mijn ambtsgebied zelf gaat van ten oosten van Gent tot aan Diest, dus die zone ongeveer. En dat betreft alle tijgebonden waterlopen plus nog enkele kanalen naar Wallonië. En daarbinnen streven wij naar efficiëntie. Ik kan u nog enkele cijfers meegeven. Ik weet niet of het nu nog van tel is binnen dit tijdsbestek. We komen toch aan ongeveer 1100 kilometer dijken, waterkeringen. De exploitatie, de waterbeheersing en het versterken van het gebruik van de waterweg zijn de kerntaken. Dat allemaal moet in een efficiënte omgeving gebeuren. Die foto is u niet vreemd. Dit is een onderzoek naar op welke wijze kunnen we een kering zo efficiënt mogelijk en zo lang mogelijk in stand houden. Die efficiëntie kan, zoals ik daarnet al getoond heb, met al die verschillende domeinen van zoveel tonnages en zoveel kilometer kaai en zoveel. Dat kan op verschillende niveaus bekomen worden, op die verschillende domeinen, op kleine schaal, want we zijn met 1350 mensen. Dus dat kan zowel op managementniveau als in kleine teams, kan er naar efficiëntie gestreefd worden. En dat gaat dan ook over interne relaties enzovoort, omdat we gefusioneerd zijn. Dat is allemaal goed en wel. Iedereen vindt een beetje het warm water uit. We proberen allemaal goede dingen te doen. Ik heb een vermoeden dat het voor waterschappen niet zodanig aanwezig is, omwille van dat die iets minder bemand zijn als geïsoleerde. Hoeveel waterschappen zijn er in Nederland? Ik weet het niet juist. In de 20? 22, ja, juist. Dus die is niet helemaal vergelijkbaar, maar we zitten over heel Vlaanderen met één agentschap. En dus dat is niet 22 waterschappen. Dus er moet echt wel gesleuteld worden aan die
interne relaties en ook de externe relaties. En ja, het belang van die externe relaties is ook dat, ja, dat betreft dan zaken, aannemingen, gelijk dat er hier ook uitvoerders bij aanwezig zijn, maar ook die kennis delen. En daar wil ik in het bijzonder op ingaan met jullie. Want wij horen nu, deze dag is er, morgen is er, jaarlijks is er een soort, voor ons een summum, van een climax, van oké, nu gaan we nog eens ons hoofd vullen en ideeën opdoen en nog mensen zien en treffen. Maar dat is niet hyper georganiseerd. En dat betekent efficiëntieverlies. En mijn vraag was, hoe is jullie idee in uw eigen werking, of hoe zou je het projecteren op een groter systeem om met elkaar mee te geven wat je weet, waar je nood aan hebt, en dat ergens te archiveren. Want er zijn zoveel interessante dingen verteld. We kunnen die powerpoints en die slides enzovoort achteraf wel allemaal downloaden. Maar ja, wat gebeurt ermee? Wordt dat rondgemaild? Wordt er een briefing gedaan als jullie allemaal terug huiswaarts keren van ja, dit en dit is interessant? En, ja, we zijn er allemaal mee bezig en we willen het allemaal goed doen, maar er gaat mijns inziens heel veel verloren omdat we ja, niet genoeg gestructureerd ja, die kennis delen. Dus er zijn onderzoeksresultaten met gebreken van ja, ze zijn niet vergelijkbaar. Oké, dat is goed, dat moeten we onthouden, maar waar steken we dat nu weer, die gedachte? Er zijn opleidingen, maar hoe komen we die opleidingen tegen? Is er iemand boven u, eigenlijk thuis zijn er vader en moeder die voor de kinderen een teken- of een muziekacademie of iets van die strekking zoeken. Maar ja, hier moet je dan zelf initiatieven nemen, maar kan je dat dan georganiseerd doen? Die structuur die is er bij ons niet. En dat maakt dan dat er veel ook tijd en energie en kennis ja, verloren gaat. Ja. Dus wat doen we met de informatie die wordt verkregen uit de proeven? Heb ik zo gezegd van wat doen we ermee? Ja, wanneer komt dat door bij investeringen? Hoe moeten we dat dan vatten in een lastenboek? Ah ja, we hebben een standaard bestek waar we dat eigenlijk in moeten steken. Maar dat standaard bestek is een andere werkgroep. En die moet dan weer ja, 2 jaar later pas dat implementeren. Het werkt niet bij ons. Misschien werkt het bij jullie wel, dat weet ik niet. En dat is één zaak. En het andere is, ervaren jullie dat ook zo? Zijn jullie ergens mee met wat ik hier nu probeer te schetsen? Want ja, de wijsheid die we hier nu opdoen, zouden we graag een condensaat van krijgen en dan op de werkvloer meenemen, onder de arm en dan ja, uiteindelijk in het algemeen belang, in het staatsbelang, landelijk belang, zoals men hier zegt, ja, kunnen gebruiken. En ik vind het niet, er is geen heilige graal die ik gevonden heb. Hoe ervaren jullie dat? Dat is mijn vraag. Ja. Zijn er misschien... Ja, de vraag is gesteld, dus eens kijken wie wil daarop reageren. Hoe gaan we om met alle nieuwe kennis en inzichten? Nou, ik denk dat het een meervoudig probleem is. Hè, en in die zin is het ook best in Nederland best lastig om zeg maar te zorgen dat we met elkaar op eenzelfde manier naar een dijk kunnen kijken en ook vervolgens tot eenzelfde oordeel kunnen komen. Wat heel prettig in deze is dat we nu een zorgplicht hebben. En daarvoor hebben we met de beheerders een handreiking, zorgplicht als het ware, ook uitgebracht. Waar de beheerders ook heel duidelijk aanreikingen krijgen hoe ze, als ze willen voldoen aan de zorgplicht, dan zeg maar moeten handelen. Daarbij staan 2 dingen, denk ik, centraal. Niet alleen effectiviteit, maar ook efficiëntie, maar ook effectiviteit. He, dus doen we de goede dingen en doen we de dingen goed. En ook tegen goede kosten. Waar we ook op dit moment, denk ik, aan werken, dat is het organiseren van de sector. He, we hebben medewerkers, we hebben managers, middenmanagement, we hebben directeuren, we hebben bestuurders. En nou, dat is een grootschala aan mensen waar
het wel belangrijk is om met elkaar de essentialia eigenlijk voor hun rol ook te communiceren. En daar hebben we met elkaar nog heel wat te leren. Daar zit wel heel veel winst, maar dat kun je niet afdwingen. En dat kun je zeker niet afdwingen met, protocollen. Het blijft mensenwerk. Het contact, zeg maar, dat mensen maken, is daarin heel erg essentieel. En dat zien we dus nu ook eigenlijk in die organisatorische ontwikkeling die zich aan het voordoen is. Dat mensen met dezelfde problemen elkaar opzoeken en van daaruit ook als het ware proberen tot oplossingen te komen. Tot aanvulling, tot verbetering. Dus er is geen standaard regel. Het is vooral samenwerking zoeken. En samenwerking zoeken is niet alleen moeilijk, maar ook vooral lastig voor het in stand houden. Ik wil het wel even aanvullen. Ja. In Nederland hebben wij de unieke situatie dat wij de normen die we hebben voor de waterveiligheid, dat die vastgelegd zijn in de nationale wet. Het is het enige land in de hele wereld. Ja, wij hebben dat dus niet. Wij moeten werken als een goede huisvader. En dat moeten we enigszins kunnen staven als er zich problemen voordoen. Van ja, kijk, zus en zo, we hebben zo gedacht, we hebben zo menen te moeten handelen. Klopt. Maar we kunnen jullie niet. We hebben geen referentie. We kunnen niet zeggen. Nee. Ja, daar zijn we over de schreef gegaan. Dat is dus in Nederland, dat is ook niet voor niks dat Nederland het enige land in de wereld is die dat zo heeft. Want als het bij ons misgaat, dan liggen we eraf. En als bijvoorbeeld, we hebben het in Duitsland gezien bij de Elbe-overstromingen. Dat zijn serieuze overstromingen geweest, maar het land bestaat nog steeds. Als wij zo'n serieuze overstroming hier zouden hebben, dan zou het heel anders eruit zien. Dus vandaar het belang dat bij ons de waterveiligheid wettelijk geborgd is met de normen. Nou hebben we daar ook een hele systematiek op. En dat is dan wat vroeger de toetsing en nu de beoordeling heet. Daarin zitten de nieuwste inzichten gevalideerd, zijn vastgelegd. En dat heb je gewoon als beheerder te doen. Maar dat is geen evidentie dus. Hè? Want daarnet was het er ook over van ja, 5 jaar geleden dan was het blijkbaar een andere vigerende. Ja, maar daar is iets anders aan de hand. Dat klopt, want wetenschappelijk, kijk, want daar kan ik naartoe. Wetenschap en praktisch beheer. De kennis die zeg maar gestold is in die wettelijke instrumenten, die is door een bepaald proces heen gegaan en daarvan is gezegd, dat is in ieder geval wat vaststaat. En iedereen weet wel dat dat natuurlijk niet voor 100% waar is, maar dat is wat we met elkaar afgesproken hebben, zo doen we dat. En er komen natuurlijk telkens nieuwe inzichten, dus bijvoorbeeld dat overslaggebied van 0,1 of 1 liter verstrekkende meter per seconde, en dat is nu vanwege de nieuwe aanpak is dat een ander geworden, maar de systematiek is hetzelfde. Als je op dat spoor iets wil, dan doe je natuurlijk vanuit de wetenschap allerlei nieuwe inzichten. Die gaan dan door het borgingsproces van het expertise-netwerk waterkeer of waterveiligheid. En Patrick Peters die maakt er ook onderdeel van uit. Dat is een soort club van mensen waar zeggen, nou, als die ermee akkoord is, dat is dan de beste borging die je kan hebben. Maar nog steeds heb je die 100% niet. Nou, dat is zeg maar het spoor van toetsen, beoordelen en ook van ontwerpen, technische kant. Nu gaan we naar het praktisch beheer toe. En daar kom je in het tweede spoor waar jij het net over had, de zorgplicht. Want je moet als beheerder moet je ook laten zien dat je gewoon in de praktijk je dingen goed doet. De inzichten die je daarbij hebt, die zitten eigenlijk veel meer ook in procedure en processen. En dan nog steeds is het heel moeilijk om dat aantoonbaar te hebben. Dus die zorgplicht die valt uit 1 in 12 sporen. Er zit een inspectie die dat dan ook checkt. Dus dat is een bepaalde borging. Ondertussen gaat de kennis door. En je zag het daarnet in die discussie ook heel mooi voortkomen. Dankzij de nieuwe normen ga je dus van 1 mechanisme naar 6 mechanismen toe. Dijken kunnen aan de ene kant smaller worden, aan de andere kant kunnen ze een paar beter breder worden. We hebben daar ook een heel KPR, een kennisplatform risicobenadering voor nodig, want daar zit dan de beste kennis. En nog steeds weet je niet of het beste is. Want dan die normen van ons die zijn zo streng, dat niemand heeft ze ooit meegemaakt. Hè? Dat is het probleem ook waar we in de vorige presentatie mee zaten. Wij kunnen die wedstrijd nooit doen, omdat bij ons wordt het nooit spannend. Zou je haast kunnen zeggen. In die zin Maar dat is dus een beetje het punt van, we hebben dus een heel borgingsproces daarin. Dus als je op een gegeven moment nieuw inzicht wil borgen, dan moet dat eigenlijk via het expertise-netwerk. Dan komt het verder. En je ziet dat de STOA dat voor dus praktisch beheer eigenlijk ook een beetje die rol vervult. Ja, het verschil is met betrekking tot het
SEMA-plan en jullie Delta, dan jullie moeten alles buiten houden, maar bij ons werken we ook met het aftoppen. Het principe van het aftoppen, waarbij dat echt wel de dijken moeten overstromen om juist een deel te zijn van de oplossing. En ja, dat idee zit er eigenlijk bij jullie in met die overtopping van 60 liter of enzovoort, wat er anders maar een halve was, komt er eigenlijk ook wel een beetje in. En dat is een conceptueel een andere benadering, maar dan moet dan ook nog over kunnen geoordeeld worden. En al de wijsheden, die bundeling, ik zou het liefst van al één boek hebben van 500 bladzijden, spreekwoordelijkerwijs, dat met een voortschrijdend inzicht geactualiseerd wordt. Maar het is zo versnipperd. Hogeschool hier, ik ken Nederland niet onvoldoende om te zeggen, ja, oké, ja, daar is een universiteit, ook een interessante leerstoel, daar, ja, oké, en die houdt zich daarmee bezig. Dan, maar een overzicht daaromtrent. Ja. De sites eventjes na afloop van de presentatie benoemen. Je hebt de site van het ENB, dat expertise-netwerk, je hebt de site Helpdesk Water, daar staat ook heel veel in, en van de STOA, daar zitten ook heel veel publicaties in. Ja, het is ook, maar is dat beheer gericht genoeg? Hè, de STOA is beheer gericht. Ja, je hebt ook een site waar. Laten we de andere sprekers er ook even bij betrekken. Ja. Nou, ik ken je dilemma en wat we zeg maar als grote organisaties en weet ik veel wat dan wel eens vergeten, dat je continu als beheerder je eigen dilemma's hebt en je eigen oplossingen kiest, al dan niet locatiespecifiek, omdat er weer net iets bijzonders aan de hand is. Iets wat volgens mij voor jullie sowieso zou kunnen helpen. Er is vrij recent een handleiding beheerregister uitgekomen. En er staat eigenlijk in een nutshell eigenlijk in, wat is nu de data waarover je moet beschikken als beheerder zijnde, om in ieder geval voor je eigen assets in controle te komen, weten waar wat staat, waar kan ik wat vinden, hoe sla ik het op een slimme manier op, zodat ik het straks ook nog terug kan vinden, dan ga je al uit van een bepaalde basis. Het andere is, en daar kun je volgens mij ook heel veel informatie uit pitten, als je kijkt naar inderdaad de zorgplicht. En je zocht ook naar organisatie en hoe hou ik kennis en kunde bij mijn medewerkers bij. In de zorgplicht staan daar, de handreiking daarvan, staan ook een aantal injectors, zeg maar, van hey, hoe ga je dat doen? En dan moet je nog steeds wel even nadenken, hoe is mijn organisatie georganiseerd? En wie binnen de organisatie zou daar vinger aan de pols moeten houden? Maar ik heb wel gemerkt, zeker in de organisatie waar ik werk, op het moment dat we dat bij de leidinggevende beleggen, maar medewerkers ook hun eigen verantwoordelijkheid geven. Nu zie ik, vroeger wou er nooit iemand een cursus doen, en nu zie ik mensen allemaal spontaan naar cursussen gaan van hey, doe kennis op, interessant, maar vervolgens kan ik ook makkelijker mijn werk doen, omdat ik veel efficiënter met de materie om kan gaan. Ja, ik heb veel minder verteld dan jullie allemaal, maar ja, is die systematiek die er wel is, hè, ervaren jullie die allemaal zo? Of zijn er nog mensen die zeggen van ja, bij ons, bij Defensie, of ik weet het niet, bijvoorbeeld. Ja, het is nog heel ver van ons bedshow. Eigenlijk, er is ook een cultuurverschil. Hier leert men, denk ik, bij nu aan spreken, in groep 10 of zo, zeg maar iets, hoe een dijk in elkaar zit en hoe die werkt. Maar wij leren dat op school nooit. Hè, dus bij jullie zit het meer in bloed dan bij ons. En als het dan gaat over een profiel, een stalen profiel, dat wordt berekend op L over 500 in verband met de doorbuiging. En anders dan is dat dus geen uiterste grenstoestand, maar een gebruiksgrenstoestand. Ja, als je zo'n dijk ziet, ja, er loopt water over. Ja, dat is tot normaal, mevrouw. Ik kan u geruststellen. Hè. Maar
ja, hoe ver kan je daarin gaan? En hoe, dus dan moet je ook ja, dat is ook kennis en ook efficiëntie. Hè? Dus je kunt je dijk efficiënter plaatsen als je de mensen die erachter wonen, of er binnen wonen, hè, dat die weten hoe ze erover moeten nadenken. En dat ze misschien ook zelf dingen kunnen, hè, enzovoort. Ja, het is een heel complex gegeven, maar ja, ik vind, ik heb echt de ervaring dat de kennis onvoldoende, ja, dat die in de lucht is, dat die niet gevangen wordt en dat die dan weer wegglipt of wegvloeit. Nou ja, het is in ieder geval duidelijk geen receptenboek. Ik denk dat we dat allemaal ervaren van alle kanten. Maar wat wel mooi is, zien we elkaar nu al de bal toespelen door te wijzen waar je zelf veel aan had. Ik zie hier nog een reactie. Ja, ik denk, er is nu nog niet zo heel veel over gaan, maar een van de delen waar in ieder geval de STOA ook wel heel erg voor inzet, is gewoon een sterk netwerk van beheerders, van elkaar ontmoeten en elkaar kennen. Want ik hoor ook wel eens op een universiteit van een PhD-onderzoek, die best wel veel met het dagelijkse werk te maken heeft, maar waar eigenlijk nog nooit iemand van heeft gehoord. En die ja, een catalogus zou handig zijn van, ah ja, ik ben daarmee bezig, ik teken daarmee in, ik kan mijn insteek van mijn studie of doctoraat of weet ik veel, kan ik communiceren naar de betrokkenen. Maar je moet er maar toevallig op uitkomen of een beetje googlen, hè, zoals hier wel vaak gebeurt. Maar eigenlijk is dat is amateuristisch, vind ik dan. Hè. Er is geen platform, toch niet bij ons. En bovendien, allemaal samen zitten, qua inspecteurs, binnen de Vlaamse Waterweg, is het 6, ik denk dat we met 14 inspecteurs zitten voor heel Vlaanderen. Maar zijn er inclusief nooit... Inclusief de bruggen, en alleen over het water, hè, pas op. Dus we zijn eigenlijk onderbemand, maar ja, toch willen we zo graag die efficiëntie omhoog krikken. Maar heb je dan, ik neem aan dat er toch ook wel iets aan netwerkbijeenkomsten zijn? Of... Ja, maar... Zoals dit, waar... Zeker, maar helaas, het snijdt langs alle kanten. Moeten zien... Dat we ook nog onze dagelijkse taak kunnen doen. En dat komt er gewoon nog allemaal bij. En bovendien is er dan nog een personeelsbeleid, waarbij dat er ook pas iemand anders kan beginnen wanneer de vorige op pensioen is of vertrokken. En dan die kennisoverdracht is ook een zwak punt enzovoort. Dus het is een beetje systeem-eigen. Ik denk dat wat je vertelt, dat ook aan de Nederlandse kant op alle manieren wel herkend wordt. Dat het de manier, dat die... niet is, dat het ontmoeten van elkaar en misschien straks in dit project gewoon op onderdelen en op praktische aanknopingspunten toch de manier voorwaarts is. En misschien is dat ook eventjes, dan trek ik hem iets breder als een soort slotvraag ook van deze sessie. Zijn er nou op basis van het delen tussen ervaringen en kennis, ook tussen inspecteurs en ook tussen het beheer, de mogelijkheden die we in deze proef kunnen verkennen? Door gewoon van elkaar te leren op het moment dat we en de goede voorbeelden ook toe te passen op dit dijktraject wat we straks als een proeftuin hebben. En dan kunnen we heel praktisch binnen de afbakening van het project ook als het ware elkaar de bal toespelen en de goede ervaringen delen. Ik denk dat sluit ook aan bij jullie oproep. Gestie was ook al gedaan om ook eens individueel telkens een inspectie te doen door verschillende mensen die al ervaring, die daar voor hun eigen waterschap die job hebben, en dan is het naast elkaar te leggen van hey, we hebben dezelfde bril op of jullie zien het helemaal anders enzovoort. Dus, ja. Ik zit een beetje naar die vraag te kijken. Het lijkt wel een beetje op ons vooral eigenlijk. Als je hem heel iets anders leest, dan staat ontmoeting tussen wetenschap en de praktijk eigenlijk. En dat is iets waar ik in deze polder eigenlijk een hele mooie kans toe zie van. Ik heb het idee dat wij als praktijkmensen toch wel iets verder van de theorie afstaan. En ook dat de dingen anders zijn dan berekend. Dus ik wilde heel graag die match tussen hebben en de vergelijk tussen hebben. En van hoe kunnen we elkaar daarin versterken. Ja, als je dat een klein beetje tussen de oorgaren doorleest, dan zou dat er kunnen staan. Een ontmoeting tussen de wetenschap en de praktijk. Ja, beheren kunnen ook beleidsbeslissingen zijn die meer conceptueel zijn. Dus daarom gaat het niet meer over conceptueel beheer, maar over praktisch beheer. Dus ja, goed. Laten we daar zo nog even op doorgaan, onder het genot van een drankje. Bedankt voor deze bijdrage. Ik denk dat het een hele mooie afsluitende insteek is door ook zeg maar, vanuit beheer en inspecties op deze proef aanwezig te zijn. En te kijken hoe we dat mee kunnen nemen naast alle
technische en modelmatige zaken die we willen uitproberen en uittesten. En dat geeft een rijke oogst na deze drie sessies, die we meenemen bij het verder vormgeven van het programma. En misschien kunnen we nog even napraten hier beneden, onder het genot van een borreltje. Bedankt voor de bijdrage.